allerbelangrijkste is natuurlijk blije gezichten na afloop op de bank. Blije gezichten in het veld. En blije gezichten natuurlijk ook bij de directie die feest vierde op het veld. Want Sparta wint op bezoek bij Heracles met 3-1. En is verzekerd van nog een jaar in de Eredivisie. Sparta wist voorafgaand aan het duel met Heracles Almelo wat het moest doen. Winnen en zeker zijn van nog een jaar in de Eredivisie. En Sparta heeft het geflikt. Het wint op bezoek in Almelo met 3-1 door doelpunten van Verschuren, T en Engels. Maar in die eerste helft leek het er helemaal niet op dat Sparta zo makkelijk deze wedstrijd over de streep zou gaan trekken. Het was Heracles met het meeste balbezit, ook met de grootste kansen. Zelfs een bal via de onderkant van de lat gezien die weer het veld inkaatste. En een goede redding van Okoye die zijn ploeg in de wedstrijd wist te houden. We zagen Sparta gevaarlijk worden met een voorzet vanaf de linkerkant. Die vlak voor het doel langs ging omdat Van Krooijen niet bij kon. Maar op slag van rust een goede aanval van Sparta. Het overzicht van Verschuren. En die wipte hem zo over de doelman van Heracles heen. 1-0 dus op slag van rust voor Sparta. In de tweede helft wist je dat uiteindelijk Heracles moest gaan komen. Dat leverde ruimte op. En daar wist Sparta goed van te profiteren. Twee keer zagen we een assist van Aaron Meijers. En de doelpunten waren van T en van Engels. En voor Engels was het zelfs zijn eerste balcontact in deze wedstrijd. En Sparta stond op een 3-0 voorsprong. Vlak voor tijd werden nog 3-1. En wist je ook wel, deze wedstrijd zit in de tas. Het allerbelangrijkste is natuurlijk blije gezichten na afloop op de bank. Blije gezichten in het veld. En blije gezichten natuurlijk ook bij de directie die feest vierde op het veld. Want Sparta wint op bezoek bij Heracles met 3-1. En is verzekerd van nog een jaar in de Eredivisie.